Patty Bart en haar collega's bij Shownews hebben opgemerkt dat de kaartverkoop voor Gordon's theatertour flink tegenvalt. Ondanks de gebruikelijke digitale wachtrijen bij populaire artiesten, zijn er slechts enkele tientallen kaarten verkocht voor de negen geplande concerten. Dit nieuws komt als een kleine tegenvaller voor Gordon, die eerder al met een valse start te maken had bij de presentatie van zijn nieuwe album. Showkenner Bart Etteko verdeelt mee dat de kaartverkoop nog niet zo storm loopt en dat drukt hij zacht uit. In de meeste zalen zijn slechts handenvol kaarten verkocht. Gordon heeft negen of tien concerten gepland door het hele land, maar het lijkt erop dat het nog niet goed aanslaat. Bart suggereert dat Gordon wellicht extra promotie moet doen en in Nederland moet blijven in plaats van naar Dubai te vliegen. Patty Bart benadrukt dat de situatie echt heel slecht is en dat er tot nu toe slechts handjesvol kaarten zijn verkocht. Ze oppert zelfs het idee van een sponsordeal om het evenement te stimuleren, waarbij het management ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld een loterij een show kan uitverkopen. De zorgwekkende kaartverkoop lijkt een uitdaging te vormen voor Gordon en het is duidelijk dat extra inspanningen en creatieve oplossingen nodig zijn om het succes van de theatertour te vergroten.